Dit is de meditatie van Marja Hoesmit. Doe je ogen dicht en probeer alle spanningen rondom je heen los te laten. Vandaag ga ik met de meditatie naar de volle maan. Ik kijk naar de volle maan. En ik voel me gevuld. Ik laat de maan met haar stralen in mij op en neer deinzen. En ik ben me bewust dat de maan mijn eb- en vloedbalans in beweging brengt. Op en neer. In en uit. En er gaat een wervelende kracht van de maan naar de aarde, naar het water, naar de cellen in mijn lichaam. De maan vraagt eerlijk en oprecht te kijken naar mijn innerlijke kracht, naar dat wat belangrijk is. De maan, voornamelijk deze maan, vraagt je om in contact te komen met je innerlijke waarneming. Niet de waarneming die andere mensen willen dat je hebt, maar jouw innerlijke waarneming. Jouw kracht. Laat het stromen. Vanuit jouw creatieve vermogen kan jij namelijk jouw wereld een mooie kleur geven. Jouw ervaring, jouw wereld zorgt dat er met een open vizier naar een stuk realisatie gaat, een stuk eerlijkheid en manifestatie van geluk en vanuit je hart. Ga er maar eens naartoe, jouw geluk, jouw hartverbinding. En zet een anker in deze wereld waarin je deze positieve gedachtenstroom laat ontstaan. Laat stromen. Het is net als een plantje of een zaadje dat je op de grond brengt. Die moet zijn eigen weg zoeken om te ontkiemen, om open te gaan. Wat is niet mooier dan dat? En je hoeft niet te wachten totdat het ontkiemd wordt.
soms duurt het een tijdje voordat dat werkelijk ontstaat. Maar jouw essentiële droom, jouw manifestatie in deze wereld is belangrijk. En blijf geloven dat dit de oplossing is voor alle pijn en leed dat je tegenkomt. Want juist dit vertrouwen zorgt dat het mag ontstaan. En zie hoe langzamerhand er weer bloemen aan de takken komen. Dat de boom zijn kracht krijgt om zich te laten zien in zijn volle glorie. Niet omdat het moet, maar omdat hij de ruimte neemt om te groeien en om er te zijn. En dat wat een boom meemaakt, is ook wat jij als mens meemaakt. Blijf daarom in jouw grootsheid geloven. Blijf in jouw kracht geloven. Want juist de intentie doet erom. En is zo belangrijk. Jij bent een creërend wezen. Dus vanuit jouw gedachten mag manifesteren. Er is ruimte voor jou. Neem je toverstaf in handen. Dit is de meditatie van Maya Hoesmit. Welkom. Wil je meer weten over kruiden, stenen, intuïtie? Surf dan naar mijn website ayurta.nl. Dan krijg je daar inzicht in.